Prins Harry zet zich bij het bedrijf BetterUp in voor zijn medemens. Als Chief Impact Officer werkt hij mee aan het doel van het bedrijf, dat mensen een betere versie van zichzelf worden. Onlangs gaf hij een online lezing waarin hij andere bedrijven aanspoorde om elke werknemer tijd te geven voor zichzelf. En daar kon hij toch weer op wat commentaar rekenen. Harry gaf de bedrijven advies over de manier waarop ze met hun personeel omgaan. En tijd voor zichzelf geven is volgens hem de sleutel. Daar koppelde hij zijn eigen burn-out aan, waar hij naar eigen zeggen toch heel veel last van had. Hij voegde er ook nog aan toe dat de slechte ervaringen die op je pad komen lessen zijn van het universum. Toen de lezing gedaan was, kreeg hij meteen enorm veel kritiek, vooral over zijn betuttelende opmerkingen. Tijd maken voor jezelf is bij velen niet in goede aarde gevallen, want dat is volgens hen gemakkelijk, vanuit zijn villa van 14 miljoen.